Hi, ik ben vandaag in Nieuwegein bij de Center Park Festival met allemaal topbandjes. Je gaat ze straks allemaal zien. Nou, allemaal weet ik niet helemaal zeker. Het zijn allemaal leuke dingen te doen, allemaal leuke mensen. En het is ook nog eens een keer heel erg warm. Dus we moeten veel blijven drinken, veel water, maar ook vooral bier. We naderen het podium en ik hoor daar hele mooie muziek. Ik ken het ook een beetje van de radio. Dus ik wil even weten precies wat het is. Kom op, even kijken. Zie je, dit is een thuiswedstrijd? Utrecht. Ja, ik weet niet, ik denk dat ik dat vooral dan heb ofzo. Omdat ik eigenlijk de enige ben die uit Utrecht komt. Maar het voelt inderdaad wel echt soort van als thuis. En hoe ging het vandaag? Het ging lekker, echt heel lekker. Het was echt fucking nice. Goeie show. Als je de cijfer zou geven? 8,5. Nee. Nou, minimaal 9,6 of zo. 9,6? Ja. En dat ging wel heel lekker. Ik dacht... Pff. Jij ook? Ja, ik ging zeker lekker. Wat maakt het voor jou zo speciaal om in Utrecht te spelen? Gewoon de vibe, de sfeer hier, al die mensen die helemaal losgaan. Deze plek is ook gewoon echt mooi, man. Oké, jonge dame, wat zei je te doen hier? Mijn handen te wassen. Maar je moet het toch drinken, het water? Nee, ja, maar volgens mij is dit geen drinkwater. Oh, dit is geen drinkwater? Het is geen drinkwater. Oh, wat is het dan? Handen was water. Echt, wat ga jij wel drinken? Nou ja, volgens mij is het gewoon drinkwater. Het is volgens mij gelul, het is gewoon drinkwater. Ja, er is gebrek aan water, dus ik vind het helemaal prima. Het ziet er schoon uit, dus ik ga het lekker drinken. Wat kost je een flesje? €6 heb ik begrepen. Hey, maak een grapje. €6. Bier is goedkoper, ik kan beter bier drinken. Waarom is dat zo duur dan? Ja, dan moet je aan de organisatie vragen waarom het zo duur is. Jongens, €6. Waar gaat dit over? Ja, ik weet niet, we moeten veel drinken met het mooie weer. Wat brengt jou hier vandaag? Mooie muziek en lieve mensen. Dat vind ik een goede uitgangspunt. Prachtig weer, hè? Volgens mij zijn jullie de heren van het goede leven. Absoluut zijn wij de heren van het goede leven. Helemaal. Wat brengen jullie hier? Het festival. Anouk? Ja, maar jullie zitten wel met je rug naar het festival. Ja, maar deze muziek is wel leuk om te horen op de achtergrond. We komen voor chef special en voor Anouk. En Kensington, maar die is al geweest natuurlijk. Oké, maar ook een beetje voor de zon, toch? Ja, zeker. Maar vinden jullie dit niet leuk? Jawel, ik vind het leuk om te... Maar ja, goed, ik kom niet altijd naar te kijken. Ik kan toch horen. Ja. Gewoon genieten van het geluid, van de muziek, van de mensen. Jullie zijn met z'n tweeën? Ja, we zijn met z'n tweeën. De vrouwen thuis gelaten? Hebben we niet. Oh ja, dat is helemaal goed natuurlijk. Dat is helemaal goed. Ja, nee, we zijn met z'n tweeën. Dus... Oké, ga lekker genieten. Komt zeker goed. En neem nog een lekker biertje. Gaan we zeker. Ja, gaan we doen. Dankjewel. Oké, hoi. Ik weet niet hoe het komt, maar het is een beetje het pingpop sfeertje. Het is gewoon heel relaxed. Alles kan, mensen drinken een biertje, eten wat, hangen een beetje en wachten tot ze... Mijn favoriete bandje voorbij komt. Dat is helemaal te gek. Ja, ik sta hier met de enige echte zanger van Blauwzoek. Jij hebt hier gespeeld op het prachtige park. Hoe heet het ook weer? Central Park. Central Park. Festival. Het klinkt wel heel Amerikaans, vind je niet? Ja, maar het is wel echt een prachtige plek. Hoe ging het? Heel lekker. Heet. Maar ja, dat is wel lekker om te spelen. En de mensen gingen er wel voor. Thuiswedstrijd? Ja, zeker. Is altijd wat enger, vind je niet? Ja. Weet je, je komt al mensen in de stad tegen, deze week in de supermarkt, zeggen, hey, ik zie je zaterdag. Nou, dan denk je, wat bedoel je? Oh ja, natuurlijk, we spelen hier. Maar heel leuk om te doen, heel leuk. Ah, jullie zijn verliefd, hè? Ja, dat klopt. Kunnen we elkaar ontmoeten hier op het festival? Nee. Jullie zijn hier toevallig? Toevallig. Wel een kaartje gekocht? Jazeker. Wat kost je die kaartjes eigenlijk? Geen flauw idee. Hoe lang kennen jullie elkaar? Oh, en dan nog zo verliefd? Nou ja, joh. Doe ons best. Top. Ja. Hoi. Ik ga nu het VIP-dek op. En dat schijnt altijd heel belangrijk te zijn. Ik wil eigenlijk even weten wat hier nou precies gebeurt. Jullie zijn de echte VIPs, hè? Ja, dat zijn we. Ja. Wat maken jullie dat jullie VIP zijn? Nou, gewoon een beetje extra meer geld betalen. Nee, dat komt er gewoon binnen. Hoi. Voor de rest, maakt het ook niet uit. Wat kost het dan? Hoi. €85. En dan heb je gratis drank? Nee, dat moet je ook nog betalen. Ben jij een VIP? Ja, wij zijn VIP, ja. Tuurlijk, daarom staan we hier. En wat houdt het in? Nou... Relaxed, genieten van muziek. Anders dan beneden? Heel anders dan beneden. Overzicht. Hapjes, drankjes, rust. Perfect. Je kijkt over de mensen heen. Ja, even met z'n allen. Laat de zon in je huid. Ze schijnt ook voor iedereen. Geniet van het leven. 1, 2, 3. Laat het
dit nog maar even. Jongens, super! Het is, valt me wel op dat het een beetje oude publiek is. Oude publiek? Oh, sorry. Oh, sorry. Dat geldt voor hun, hè? Waar komen jullie voor nog? Waar komen wij voor? Anouk. Chef Special? Ook zeker, ja. Chef Special, ja. You can try again if you want to. Special die achter me staat te knallen, ga ik afscheid nemen van jullie. En nee, volgende week is er weer een uitverkomen. Dus kijk volgende week weer. We gaan niet naar huis. Het was een supergezellige uitzending. We gaan echt nog niet naar huis. En alles waar. Tony, we gaan nog niet naar huis. Ja, nee, echt niet, Tony. En we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. En we gaan nog niet naar huis. Want Tony gaat niet naar huis.